rode rozen, een kaartje voor je geheime liefde of toch maar een romantisch dinertje. Het is Valentijnsdag en dus tijd om de ander eens liefdevol te verrassen. Ja, dat kan bij sommigen niet. Gek genoeg, hoe romantisch kan het zijn om samen wakker te worden in je tentje op de skipiste? Nou, gelukkig kon dat in Zoetermeer. 5 tentjes stonden er en 1 ding, ja, leek onvermijdelijk. Hè. Lekker warm tegen elkaar aankruipen. Slapen ze lekker? Als het goed is nog wel, ja. Hebben ze zich een beetje gedragen? Ik heb wel wat verhalen gehoord, maar eigenlijk moeten jullie dat zelf vragen. Dat gaat goed. Ja, prima. Goed. Ja, jij bent alleen een beetje laat. Je had vannacht moeten komen. Er gingen de tentjes tekeer aan de overkant. Die gingen een beetje zo. Er zit beweging in die dingen. Dat is leuk, joh. Ik hoorde straks iemand zeggen, ik moest naar het toilet. En toen moest ik mijn kleren weer aantrekken. Dus ik weet niet wat ze allemaal hebben gedaan. Du bist die schönste Frau der Welt für mich. Ich muss es wissen, denn ich liebe dich. Ich schau dir mitten in dein Herz hinein. We hebben douches boven voor jullie en daarna staat er een lekker romantisch ontbijtje voor jullie klaar. Goedemorgen, all you need is love. Goedemorgen. Lekker geslapen? Ja hoor, een beetje koud. Is dit jullie gevoel voor romantiek? Ja, het was zeker gezellig. Komt er een babyboom over 9 maanden? Ik denk het wel, ja. Nee. Nou, niet bij ons, maar misschien wel bij de mensen tegenover ons. Ja. Du bist die schönste Frau der Welt für mich. Ich muss es wissen. Hoe heb je het romantisch gemaakt? Ja, met liedjes. Ja, hij is heel lief geweest. Ik mocht al een deken hebben. Onze eerste Valentijnsdag samen, we gaan er een leuke dag van maken. Jij bent in ieder geval mijn Valentijn. Met hem ga je nog heel wat beschuitjes eten. Zeker weten, heel veel. Ik liebe dich. Ja, tot zover deze uitzending van Hart van Nederland. Voor meer nieuws kunt u terecht op onze website. Tot morgen.